Ja, nou ja, winnen en zo snel mogelijk voorkomen, zodat zij het lastig gaan krijgen. En ja, dan weet je niet wat er gaat gebeuren. Teleurstelling is groot, hè? Ja, zeker te weten. Je speelt het hele jaar voor de play-offs eigenlijk. En ja, je verliest nu met 2-0 en dan weet je dat het lastig gaat worden. Maar ja, we hebben ook nu net tegen elkaar gezegd van, we gaan er gewoon volle bak voor. Er zijn gekkere dingen gebeurd, zeker de afgelopen weken. Dus gewoon een resultaat halen en zien we wel of het goed genoeg is. Je hebt gelijk, er zijn vaker gekke dingen gebeurd. Moet je dat weer echt oproepen, dat gevoel? Nee, denk het niet, want je moet gewoon goed af gaan sluiten. En misschien zit er nog meer in, weet je. En dan moet je gewoon, wat ik zeg, gewoon vol voor resultaat gaan. Is het genoeg, is het genoeg? En anders, ja, dan heb je de volle bak voor gestreden. Kun je eens de vinger op de zere plek leggen? Waarom verlies je vandaag hier thuis met 2-0 van Sparta? Sparta komt voor, dat is het probleem. Ik denk als wij voorkomen, winnen wij. Je zag het eerst zelf, voor de neutrale toeschouwer was het denk ik niet om aan te zien. Maar het is wel gewoon een wedstrijd. Waar we allebei zoiets hadden van, we geven geen ruimte weg. En ja, als dat wel gebeurt, weet je dat allebei de ploegen gevaarlijk zijn. Dus daarom zag het er in principe niet uit. Alleen, ja, het was tactisch wel goed. Ja, tactisch goed. Je kreeg ook weinig kansen, maar dat leg je al een beetje uit. Hè. Dat was ook de manier van spelen. En je hebt dus de pech dat je die goal tegenkrijgt. Jullie hebben ook in de eerste helft, denk ik, ja, via Dogan misschien. Daarna nog een klein kantje, maar ook niet veel meer gecreëerd. Hè. Nee, omdat het gewoon lastig was om doorheen te voetballen. Daar op het kasteel, toen in de competitie, gaven ze heel veel ruimte. Waardoor wij in onze kracht kwamen. En ja, dat hebben ze ook gezien natuurlijk. En dat gingen ze even anders doen. Waardoor wij het nu weer een stuk lastiger hadden aan de bal. Jullie wonnen ook met 4-1 destijds in Rotterdam. Maar jij verwacht niet dat Sparta op dezelfde manier gaat spelen als toen. Nee, dat zou best wel dom zijn geweest. En ze zijn slim genoeg om dat niet te doen. Dat bleek vandaag wel. Ja. Nou ja, goed. Jullie verliezen dan. Van de andere kant, het stadion zit bijna helemaal gevuld hier. Dat was wel een speciale sfeer. Heb je het ook zo ervaren dat ja, Os wel redelijk met jullie bezig was de afgelopen, misschien wel afgelopen 2 weken? Tuurlijk, maar ik denk dat we dat ook afdwingen het hele seizoen. En dat wil je ook bekronen dan. Het is leuk dat er zoveel mensen zitten. En ja, wat ik zeg, daar speel je het hele jaar voor. Alleen dan gaat het er wel om dat je het bekroont. En dat moeten we woensdag gaan doen. En kijk, de uitgangspositie is nu wat minder. Maar ja, wat ik zeg, we gaan er gewoon volle bak voor. Wat zou nou het ideale scenario zijn voor komende woensdag? Ja, nou ja, winnen en zo snel mogelijk voorkomen, zodat zij het lastig gaan krijgen. En ja, dan weet je niet wat er gaat gebeuren. Dus hopen op een snelle goal in Rotterdam, dat ze wat onrustig worden. En dat jullie dan ja, misschien nog voor die stunt kunnen zorgen. Ja, dat is wel wat we willen. Dan de komende dagen, ja, dat vertrouwen maar houden, denk ik, hè? Tuurlijk. Weet je, oké, je verliest nu, maar ik denk dat we genoeg vertrouwen hebben. Omdat we het hele seizoen hebben het gewoon goed gedaan. En dat is niet weg naar één verloren partij. En van de andere kant, jullie waren, ja goed, Sparta scoort ook weer niet heel veel minder dan Sparta, toch? Nou, ik vond Sparta inderdaad niet beter, nee. Dus kijk, wat ik net zeg, zij maken de eerste goal. En dan in zo'n wedstrijd is dat cruciaal.